Yo kijkers en welkom alweer bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 22 Zero Money. Vandaag zijn we natuurlijk weer op de boerderij en vandaag ga ik namelijk eerst kijken of de diertjes nog eten nodig hebben. Schapen zou nog een beetje gras kunnen gebruiken. Ja, dat is het eigenlijk. Hè. Ja, het is een enige dier naar hem. Ja, het is ook waar. Dus we gaan de schapen eerst een keer een beetje gras geven. We gaan best kijken naar de kipjes. Hoe het daar zit. Hoeveel eitjes dat we al hebben. De kipjes doen het echt momenteel heel goed. De kipjes eten echt niet veel, dus dat is heel goed. Ze zijn zuinige beestjes. Dat is fantastisch eigenlijk voor mij. Ah, het is ook februari, dus we kunnen, denk ik, honing verkopen. Ofwel ligt dat mee. Dat we dan nog niet kunnen verkopen. Honing. Ah, waar staat dat? Dus ik kijk nu zo blind. Honing. Ah, ja, het is in februari. 1000. Ja, we gaan eerst de diertjes eten geven en dan gaan we de honing gaan verkopen. Dat is ook de bedoeling voor vandaag. De meubels staan in januari. En stof is ook binnenkort zeker. Ah, ook in april, oké. Dan gaan we dat eerst gaan doen, die honing. Dat we toch weer een beetje geld hebben. En een beetje ruimte. Die bomen, ja. Ik zou echt nog graag een bomenfabriek kunnen komen, of een plankenfabriek. Dat we die bomen een beetje kunnen wegnemen. Voor planken. Ja. Kijk nu ook hoeveel schaapjes dat we hebben. Misschien kun je er ook weer een paar verkopen. Als we er 65 staan, dan kunnen de duurste ook weer weg. Ja. 850. Dat zijn er maar twee. Oké, verkopen. Nou, 775. Hoeveel zijn er daarvan? 5. 3000 euro erbij. En nog een keer. Die twee gaan we ook verkopen. En. Oh, wat? Hoeveel. Yo, zoveel schapen daar hebben. Zoveel van die dure. Oké, en die gaan we dan nog een keer verkopen. 3. Ja, we zijn toch bijna op 200k, dat is echt mooi. Ik wil echt bij een serieus investeren eigenlijk. Hè. Dus vandaag gaan we sowieso de 200k kunnen aantikken. Sowieso. Dus dat zal. Oeh, verreker, voorzichtig. Dus ja, dat staat hier op de planning vandaag. We gaan dan ook nog al die rest van die honing ook nog inpakken dat daar staat. Van deze keer alles mee pakken. Hij doet het van deze keer moeten. Maar dat gaat hier nog spannend worden. Ja, we gaan dan met de fan. We moeten niet ongelaten. Zo goed. Het is normaal niet zo heel ver hier. En ja, daarnaast staat er ook nog op de planning twee veldjes. Drie veldjes gaan ploegen. Het zijn niet zo hele grote veldjes, maar ik heb dat gewoon geaccepteerd. Maar toen kwam ik opeens, ah ja, ik moet dat gewoon niet verkopen ook. Dus ja, dat gaan we eerst doen. Dus ik ben benieuwd dat de verreker dat hier aan kan. Het ziet er moeilijk uit, hè. Nou ja, het gaat wel in. Maar ja, ik ga even de New Holland laden.
En ik zie jullie als ik bij het verkopen ben. Dus tot straks. Zo, voilà, we gaan namelijk verkopen bij het restaurant. Maar geen idee waar dat we dat moeten gaan verkopen. Ah, hier. Ja, het is inderdaad wel nog niet het ideaal moment om honing te gaan verkopen, maar we doen het gewoon nu. Wauw. Kijk wat ik hier vind. Een mooi prijsje. Zo, we zijn 226.000 euro. Dat is mooi veel geld. Dus we kunnen dan misschien toch nog een keer investeren in... ja, en wat? Goeie vraag. Ik zal een keer over moeten nadenken. Ja, misschien toch wel die plankenfabriek. Dat lijkt mij toch wel een investering. Tje waard. Misschien gaan de meubels dan toch wat sneller. Ja, maar we zullen zien, Maar ja, we gaan eerst gaan ploegen, hè, want dat moet ook nog gebeuren. Dus ik zie jullie als ik aan het ploegen ben. Dus tot straks. Zo, voilà, we zijn bij veldje 1 toegekomen. Dus veld nummer 1. Dus een prima veldje. Dan hebben we veld 22 nog. En dan ook nog veld... veld, dat lang veldje. Dus dat komt hier allemaal in orde. Dat is ongeveer een prijs van... hoeveel hou je daarmee verdienen? Pakken 5000. Ja. Een goede 7000 euro hou je daarmee verdienen. Dus ja, dat zal ik even doen. En misschien voor de laatste twee veldjes zal ik een keer een timelapse maken. Dus ja, ik zie jullie straks terug. Dus tot straks. Zo, voilà, blijkbaar waren we al klaar. Dat wist ik zelf niet. Nu gaan we beginnen met het volgende veldje. En dan, ja, hier ga ik beginnen met een timelapse te maken van de twee veldjes. Dus ja, ik kan sowieso allemaal nog, ja, gewoon zeggen, geniet van de timelapse en tot straks. Dus, jojo.
zijn klaar met dit veldje. Is redelijk snel gegaan. We gaan thuiskomen, we gaan de machines nog niet afspuiten. Nee. Bijna de volgende video ook gaan ploegen. En dat is het eigenlijk, ja. Ik ga even een screenshot maken voor de vorige video, want dat was ik vergeten. Ja, moet dat gewoon van de eerste keer doen, hè. Screenshot maken, anders vergeet je dat. Hij zegt dat, ja, bij de volgende opname ging je dat doen. Maar, ja, dat is hem elke gezegd gedaan, hè. Right, maar ja, ik ga naar huis rijden. Ik ga het geld verzamelen, ik ga het nu doen. Verzamelen. Voilà, die zit op 233.000 euro. Dat is echt goed. Dat is meer dan voldoende dat we het nu hebben. Ja, als we dat veld gaan komen, dan hebben we iets nog van 100.000 euro over. Wat dat we met dat geld gaan doen, geen idee. Zullen we nog een keer moeten bekijken. Maar ik ga hier bij deze video afsluiten. En ik wil je sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. Vergeet ook zeker niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Yo.